Het politioneel rapport van de vuurgevechtszaak, de Peking Saron, zit vol onwaarheden. Dit bleek uit een recent vrijgegeven forensisch dossier. In officiële politieberichten van 2 mei 2023 werd gesteld dat er 2 doden waren als gevolg van een vuurgevecht met de politie. Echter bleek uit een de door arts vrijgegeven toelichting op de abductie, die verricht werd op 3 of 4 mei, dat aan de hand van de schotwonden niet kan worden gesproken van een vuurgevecht. Dit gaf de advocaat van de vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname, Fitch, Milton Castelen, te kennen. De advocaat zegt dat deze informatie reeds sinds 18 juli van het vorig jaar bekend was, maar dat nog dan er is vastgehouden aan de eerste verklaring. Castelen betreurt de afwijzing vanuit officiële instanties, waarbij gevraagd werd naar een volledig en onafhankelijk forensisch onderzoek. En de waargenomen schotverwondingen, want er is alleen maar gekeken naar de schotverwondingen, de waargenomen schotverwondingen hebben verklaard, of ik moet zeggen, ondersteunen, bevestigen wat wij vanaf het begin hebben gezegd. Dat de mannen zijn geschoten terwijl ze op de grond lagen. Dus geen gevaar meer toonden voor de politieagenten. Deze verklaring van de arts is voor ons belangrijk. Omdat het hele dossier, dat hele strafdossier, is gebaseerd op het creëren van een beeld waarbij we te maken hebben met hele gewelddadige mannen die gepoogd hebben de politie te doden. En dat is ook ten laste gelegd in die strafzaak, hè? Dus poging tot moord en dergelijke zaken. Castelen stond stil bij het feit dat het dossier vanuit een officiële autoriteit vol onwaarheden zit en zei dat de overige forensische rapporten ook in strijd zijn met de toelichting van de arts. En tussen een in- en uitschot heb je dan een schotkanaal. Heeft de arts vastgesteld dat deze mannen niet in elk geval uitgesloten is dat ze zijn geraakt, of althans de ene, maar ik zeg het even gewoon zo algemeen, zijn geraakt tijdens het schieten. Ze zijn ook niet geraakt in een staande houding. En de meest aannemelijke verklaring is dat ze lagen op hun buik en dat ze van dichtbij zijn beschoten door de politie. Dat staat dus nu vast. Met deze informatie hoopt de FITS de samenleving een duidelijk beeld, officieel beeld te hebben gegeven over de stand van zaken rond de politiezaak Peking Saron.